Hoi en welkom terug. In deze korte video wil ik jullie eens meenemen naar mijn favoriete vogelgebieden in Nederland door het jaar heen. We beginnen dan in de winter, dan heb ik het over de periode december, januari en februari. Dan gaat mijn voorkeur met name uit naar de delta van Zuid-Holland en Zeeland. Omdat er veel soorten overwinteren die in andere delen van Nederland uiterst schaars zijn in de winter. En ook omdat er vaak wel eens een zeldzame soort wordt gevonden. Je moet dan denken aan soorten als ijsduiker, roodkeelduiker, soms parelduiker, een kuifduiker, gehoorde vuut, soms roodhalsvuut, of bijvoorbeeld een ijseend. En ook steltlopers als zwarte ruiter, groenbootruiter, lepelaar en bombekplevier. En wat betreft die zeldzame soorten, overwintert wel eens een zwarte zeekoet. En ook heb ik er vorig jaar een prachtige geelsnavelduiker en een Amerikaanse smint gezien. Een ander gebied wat ik in de winter heel erg leuk vind, dat zijn de kwelders van Friesland, die grenzen aan de Waddenzee. Daar zitten veel leuke zangvogels die broeden in het hoge noorden. En we hebben niet zoveel zangvogels die wij uitsluitend in de winter zien. Je kunt dan denken aan de strandleeuwerik, de sneeuwende ijsschors, de frater of de oeverpieper. Maar ook bijvoorbeeld een soort als velduil kun je daar tegenkomen. Als we dan gaan naar het vroege voorjaar, denk aan maart en de eerste helft van april. Je kunt merken dat de trek al wat op gang is gekomen, maar de echte zeldzame soorten zitten er nog niet echt tussen. Wat ik dan altijd leuk vind om te doen is de bossen in. En dan met name de bossen van Oost-Nederland, waar je bijna alle soorten spechten van Nederland kunt tegenkomen, die in die periode al veel roepen en zich mooi laten bekijken. Een andere soort is de kortsnavel boomkruiper die dan al begint te zingen. En die kun je ook eigenlijk alleen maar in de bossen van Oost-Nederland tegenkomen. Wat verder leuk is, is als je dan in die bossen wacht totdat het goed donker is, dan kun je uilen horen. Denk aan de algemene soorten, ransuil, bosuil en kerkuil. Maar tegenwoordig heb je ook een gereden kans om in het bos de oehoe tegen te komen. En in Oost-Nederland zijn in het verleden ook waarnemingen gedaan van dwerguil, een soort die de laatste jaren lijkt toe te nemen, en ook ruigpootuil, een soort die in sommige jaren ineens aanwezig is en dan ook weer een hele tijd niet. Maar wat zou het toch fantastisch zijn als je dan 's avonds in het bos bent en je hoort ineens een ruigpootuil roepen. Dan gaan we nog verder naar het latere voorjaar, eind april, mei, juni. Dan moet je denk ik vooral aan de kust zijn. Kusten van Noord- en Zuid-Holland en soms ook de kusten van Groningen en Friesland. Maar voornamelijk de kusten van Zuid-Holland en Noord-Holland. Wat gebeurt er namelijk vooral met aflandige wind? Denk aan oostenwind, zuidoostenwind. Dan worden veel trekvogels richting de kust geblazen. Ze willen niet over het water vliegen en dus vliegen ze langs de kust. Waardoor je op trektelposten als Breskens, Kamperhoek en de Eemshaven enorm veel zangvogels op trek kunt waarnemen. Maar ook vogels die bijvoorbeeld 's nachts trekken kun je dan veel in de bosjes of in het duingebied tegenkomen. En als je veel soorten ziet en ook een verscheidenheid aan soorten is dat altijd leuk vogelen. En er kan natuurlijk altijd een mooie zeldzame vogel tussen zitten. Als dan de broedtijd begonnen is, dan vind ik zelf de noordelijke drie provincies fantastisch mooi. Je hebt veel vogelgebieden bij elkaar liggen. Denk aan het Dwingeldeveld, het Arkingenzand, Vochteloveen, Zuidlaardermeer en het Lauwersmeer. Die allemaal relatief bij elkaar liggen en waar veel schaarse broedvogels zitten. Zoals bijvoorbeeld de steltkluut, de witwangstern of soorten als wielerwal en draaihals of bijvoorbeeld de buidelmees. Gaan we dan naar de zomer? Dan richt ik mij voornamelijk op de steltlopers en op de sterns. De steltlopers kun je ook weer mooi in het Waddengebied zien, waar enorm veel steltlopers overzomeren. Die komen dan uit het broedgebied terug, die vetten zich een tijdje op voordat ze echt beginnen aan de reis naar zuidelijkere oorden. Je hebt dan ook een kans om echt de zeldzame soorten er tussenuit te pakken. Denk aan een grote grijze snip of bijvoorbeeld een Bonapartus strandloper. Andere leuke dingen om in die tijd te doen, zoals ik al zei, is het zoeken naar zeldzame sterns. Dat kun je dan vooral doen op Texel, aan de kusten van Noord-Holland en ook van Zeeland. Maar tussen de kolonies van met name grote sterns, zeldzamere soorten te vinden zijn. In het verleden zijn bijvoorbeeld daar al soorten gezien als de brilstern en de sierlijke stern. Gaan we dan naar het najaar, dan vind je mij met name op de Waddeneilanden. Soorten die komen met de najaarstrek vanuit Scandinavië, vliegen dan over de Noordzee en het eerste wat ze tegenkomen zijn de Waddeneilanden, waar ze dan neerploffen. Soorten kunnen immers overdag niet gewoon maar op zee gaan zitten, dat wil voor zangvogels niet, die moeten eten, dus die hebben de bosjes en de bossen nodig.
En wat dan de Waddeneilanden met uitstek geschikt maakt, is dat als ze dan de Noordzee gepasseerd zijn en ze komen de Waddeneilanden tegen, komen ze vrij snel daarna alweer de Waddenzee tegen. En ook op de Waddenzee kunnen ze natuurlijk niet zitten. Dus de concentratie vogels op de Waddeneilanden is dan in die tijd van het jaar het grootst. Ook de kusten van Noord- en Zuid-Holland kunnen heel leuk zijn in het najaar, maar daar heb je wel het probleem dat als de soorten vanuit zee komen, het land zien en iets te ver het binnenland in vliegen, dat daar dus een iets lagere dichtheid is dan bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral ook in de commentaren even weten wat jullie eigen favoriete vogelgebieden zijn en waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer.